In deze video laat ik in slow motion zien hoe je de rechte steek breidt. Deze steek is de basis van het breien. Deze video is gemaakt voor linkshandigen. Ben je rechtshandig? Bekijk dan mijn video recht breien voor rechtshandigen. Ik schuif altijd eerst de steken wat bij elkaar. En je begint met het insteken van de linkernaald van voor naar achter. Je houdt de draad achter de naald en zorg dat je de draad pakt die aan de bol zit, niet de losse draad. Dan sla je de draad om de naald, dat doe je onderlangs. En dan haal je de naald door de steek terug. Dit is het lastigste. En dan schuif je de oude steek van de rechternaald af. Ik laat het nu nog een keer zien. Je steekt weer in van voor naar achter. Nu zit de opzetdraad wat in de weg. Ik pak hem even in mijn rechterhand. Weer onderlangs omslaan. Doorhalen en af laten glijden. Ik laat het nu nog een paar keer in slow motion zien. En daarna kom ik weer bij je terug als we bij de laatste steken zijn aanbeland. Nu brei ik de laatste twee steken, niet meer in slow motion. Nu hebben we de eerste toer gebreid, zoals je dat noemt. Nu wissel je de naalden van hand en begin je aan de volgende toer. Wanneer je 10 toeren hebt gebreid, dan ziet je werk er als het goed is ongeveer zo uit. Dit noem je de ribbelsteek. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Als je op de hoogte wilt blijven, dan kun je je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief of me volgen op Instagram of Pinterest. Je vindt de links in de omschrijving van deze video.